In de 15e eeuw werd Sloten twee keer belegerd. In 1420 en in 1486. Beide keren hield de stad stand. In de strenge winter van 1496 werd nog slag geleverd op het ijs van het Slotermeer. Dit gevecht eindigde toen de aanvallende partij door het ijs zakte. In de eerste eeuwen van haar bestaan was Sloten een goed verdedigbare vesting. Zeker nadat de inwoners een gracht om de stad hadden gegraven en van de aarde een wal hadden gemaakt. Ook de natuur hielp een handje mee. De laagliggende landerijen ten noorden en oosten van de stad konden makkelijk onder water worden gezet. In de 16e eeuw stond Sloten onder de bescherming van de hertog van Gelre. De Gelderse partij werd echter in 1523 uit de stad verdreven door de Bourgondiërs. Op last van de overwinnaars werden de wallen neergehaald, om te verhinderen dat de Gelderse partij zich weer in Sloten zou verschansen. In de jaren 1581-1582 wilde de prins van Oranje dat de wal weer werd aangelegd en de vesting versterkt. In de wal werden drie bastions gebouwd, ook wel dwingers genoemd. De toegang tot de stad bestond uit twee landpoorten en twee waterpoorten. In de wal lag aan de oostzijde de Wiekeler- of Gaasterpoort en aan de westzijde de Koe- of Woudpoort. Over het water werden de Lemster- en de Woudsenderpoort aangelegd.